dat jullie weer kijken naar deze nieuwe aflevering van mij hier in Splestopia. En er is wat vervelend nieuws. Die Gundisalf, die bij de politie werkt, hij is daar al een weekje of zo nieuw agent. Ik mag hem niet. Hij is zo erg. Hij blijft me maar irriteren met zijn stomme boetes. En hij soms dan lijkt echt alsof hij me een boete geeft. Terwijl ik echt onschuldig ben. En daar word ik echt zat van. Weet je? Nou, ik ga daar een eind aan maken. Ja. Want ik heb dit dingetje hier. Dit pistool heb ik gejat. Nee, niet gejat. Ik heb het van Busink gekocht. Met een hele hoop geld. Dus mijn hond is hier. Die laat ik even zitten. Want hij moet er niet bij betrokken worden. Dus ja, dat ga ik even doen. Ik doe mijn masker op. Gewoon voor de zekerheid. En even andere kleding. Dat ik misschien wat minder opval. Zo, hopelijk val ik wat minder op. En ja, dan ga ik dat maar even doen. Want hij moet echt gewoon kappen met zijn gedrag steeds. Ik heb geen kogels, dat niet. Maar met een pistool kan ik toch wel bedreigen. Hallo. Doei. Zo. Ah, daar is hij al. Daar is hij al. Zeker weer boetes uitschrijven aan andere onschuldige mensen. Die niks misdaan hebben. Wil je even meekomen? Oké. Kom. Ik heb eigenlijk niet echt hierover nagedacht. Ik denk gewoon, ja, ik bedreig daarmee. Wat is eigenlijk een goede plek? Een donker hoekje of zo. Waar eigenlijk nauwelijks iemand komt. En waar geen camera's zijn. Dat is ook heel belangrijk. Waar zou zo'n plek zijn? Op het dak van het autobedrijf. Ja. En desnoods gooi ik hem eraf. Nou, nee, dat misschien niet. Maar. Oh ja, en er is ook iets. Er is een. Ja, ik weet niet. Iemand. Er is een soort eng persoon in de stad. Ik weet niet. Hij heeft een konijnenmasker op. En rare arm hoor. En hij terroriseert de hele stad. En als je hem wil pakken, dan verdwijnt hij. Jij. Weet je dat? Maar ik weet niet. Door die rechtszaak dat ik verdacht word van iets wat ik echt niet heb gedaan, denk ik. Dat het misschien een dekmantel is. Dat. Oeh, het pistool zit in mijn broekzak en ik kan het elk moment pakken. Want het wordt echt irritant hoe hij zich gedraagt. Want ik, ja, misschien ga ik toch wat doen in die criminaliteit. Maar dan moet hij. Nou en? Ja, hij, en ik wil gewoon een criminaliteit, maar hij is zo vaak klaar om jou te pakken. Ik weet niet. Kop, als. Dat type is zo lastig. We moeten er echt wat op vinden. Gewoon. Ja, dat het wat snel gaat. Daar heb je nu even niets. Nou. Niets aan. Nou.
je stopt met je baan of ik kom je halen. Goed dan. Zou je echt niet door hebben wie ik ben? Dat zou dan wel goed zijn. Oh, dat. Moe, ha, ha, ha. Daar ben je. Zo. Als hij nou niet bang is geworden. Snel die pistool weg, want. En even. Maar, oh nee. Is het wel een klein probleempje dat ik misschien herkend word? Want ik ben volgens mij de enige in de stad die een Mario-masker heeft. Aangezien de maskerwinkel een restaurant is geworden en de maskers zijn opgekocht, is er maar één Mario-masker en die bezit ik. Dus als ze dat even terug gaan kijken op een bonnetje van wie wat gekocht heeft, ben ik de pineut, maar alsnog. Maar Gundy, ja, want zoals die X-appels. Ik heb daar gewoon een klein ladingje van gekocht. Echt maar 10 stuks of zo. En die heb ik doorverkocht en er winst op gemaakt. En dat, aangezien ik daar meer winst op maak dan met andere dingen. Dan met gewoon echt salaris krijgen. Denk ik dat dat toch misschien handig is om die criminaliteit wat te gaan. Ja, daar toch wat mee te gaan doen. Dus ik stop mijn pistool weer even snel terug. Want als ik nou word aangehouden door een of andere agent of iemand die me wil spreken. En dan ziet hij dat er iets uitsteekt in mijn broekzak en me betrapt. En dat ik dan ja, gearresteerd word omdat ik wapenbezit heb. Zonder dat ik een wapen... Nee, ik heb een wapen, maar ik heb geen toestemming om dat te mogen hebben. Dus snel weg hier. Zo, zo. Niks gebeurd. Hé, hey, die lamp is nieuw. Huh, hoe staat die aan? Oké. Maar dus, hopelijk gaat die Gundy ook stop met zijn baan. Want hij is toch wel een van de, niet per se beste agenten. Maar hij is er vaak. En het lijkt alsof je neus heeft voor criminaliteit. Want toen ik die appeltjes kocht, ergens in Kraftendam achter een gebouw. Ik gaf net het geld en hij gaf net aan mij. En ineens stond die agent achter mij. Maar hij had niet echt bewijs. Want ik had het snel al weggestopt, die appels. Dus. Maar ja. De risico's zijn dat ik betrapt word. En als ik betrapt ben, ben ik echt de pineut. Dus ik moet niet betrapt worden. Anders. Ja, dan zit ik zo lang in de cel. En als ik er weer uitkom. Dus. Want ja, ten eerste wapenbezit hebben. Het bedreigen van een agent. Dat zijn al twee dingen. En ja. Hallo. Hallo, meisjes. Nou, hopelijk heeft hij zijn lesje wel geleerd. En hopelijk hebben jullie ook je les geleerd. Godverdomme. Hopelijk hebben jullie ook je les geleerd om deze video te liken en te abonneren op mij. Want bij die 50 abonnees gaat mijn kanaal... Gaat mijn café eruit. Dus ik ga dat weggeven aan een burger die nog geen bedrijf heeft. En om je daarvoor mee te inschrijven voor die giveaway... Moet je dus even in een boekje alleen je speelnaam zeggen en dat hierin doen. We hebben er al 2. Oh. Waarop? Oh. Nou, we hebben er dus al 2. Zo. En dus als je meedoet, is het bijvoorbeeld misschien 3. Misschien... Oh. Ja, die gozer bedoelde ik dus, hè. Hij loopt hier gek door de stad te doen en niemand weet wie die is. Wat? Oh, kut. Oh, shit. Hij heeft ook een pistool. Maar hij heeft misschien wel kogels. Zo. Nou, nee. Ik ga maar weg bij hem. Ik weet niet wat hij van plan is. Maar voor hetzelfde lig ik straks in het ziekenhuis. Of nog erger lig ik onder de grond met de grafsteen.
Dus doe er dus even een video. Oh, wat? Nou, waarom heb ik dat niet? Oh. Ze gaan. Wat? Gast, ga weg hier met je konijnenmaskers. Nou, wat is hier aan de hand? In een rijtje, ik sta vooraan. 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 Ja, ja, ja. Hoi. Hoi, is lekker voor het dier, maar niet voor mij. Oké, nee, laat. Nou, oké, sorry daarvoor. dat komt allemaal door de. Welke banna? Oh, ik ben level 7. En ik ben. Is dat mijn belang? Ja, het kan vast nog een keer veranderen. Kies maar. Oh, dit hebben ze. Dit is wel leuk. Dat als je dus wat zegt, staat minister van Binnenland. Minister van Defensie. Dan staat er straks CIO dierbescherming. En dan kan ik ook. Jij krijgt een boete. Nou, ik krijg er vast ook een vanwege dat ik een. Pistool heb, maar dat even op de zijkant, op de zijlijn. Nou, terwijl hij dit er even inzet. Serieus, staat hij nou ook in de rij? Oh, dat is wel een lange rij. kan je geestpijn krijgen? Nou, dus doe even een like, dat heb ik al heel vaak gezegd. Maar abonneer en doe even een like op deze video. Tot de volgende video van mij.